Goedemorgen Rens, plantsoen, categorie innovatie. Ja. Kan jij wat vertellen over het ingezonde werk waar jullie allemaal mee te maken hadden? Nou, we hadden dit jaar 31 inzendingen in de categorie innovatie. Ja, dat is echt een heel mooi aantal. En we vonden allemaal het werk hoogwaardig. En wat we vooral gezien hebben dit jaar is dat de crossover tussen de echte wereld en de digitale wereld komt steeds dichter bij elkaar. En heel veel grote adverteerders die snappen dat ook goed. Dus dat wordt echt op een leuke manier ingevuld. Wauw, 31, dat is een behoorlijke aantal. Ik denk dat de kijkers ook zich afvragen, wat verstaan we nou eigenlijk onder innovatie? Nou, bij innovatie kijken we, in de categorie innovatie zijn we heel kritisch, dat je iets doet wat technologisch innovatief is. En dat je het combineert met creativiteit, maar het moet ook effect opleveren. Dus we zijn echt aan het kijken van is er een combinatie gemaakt tussen creatie, techniek en internet. En dat kan natuurlijk heel veel. Maar is het ook echt relevant voor de mensen naar wie het toegezonden wordt? Dus je kan wel iets heel nerdies in elkaar draaien, maar daar win je niet mee bij innovatie. Het moet ook echt relevant zijn voor wie het bedoeld was. Maar het moet ook op een creatieve manier gedaan zijn. Dus de innovatie zit en in het creatieve proces, maar het zit ook in de toevoeging van relevante techniek. Dus daar hebben we ook naar gekeken. Kan je ook iets vertellen vanuit al dat werk wat jullie binnen hebben gekregen, wat voor ontwikkelingen je zag, marktontwikkeling of trends? Kan je daar iets over loslaten? Nou, wat we echt zien nu is dat er veel, het ingezonde werk dan, maar we kunnen het ook nog even over de trend in de markt hebben, maar het ingezonde werk is echt, je doet iets digitaal of je doet iets in de echte wereld en dat maakt een crossover. Dus de werelden komen gewoon dichter bij elkaar en het is natuurlijk heel logisch. Want ja, iedereen is in alle werelden. Het is niet of digitaal of echte wereld. Het is sowieso een crossover. En je ziet nu dat grote bedrijven dat beginnen op te pakken en goed invullen. Dus dat, ja, mooie cases gezien. Je stelt elke keer grote bedrijven. Waren er geen inzendingen van kleine bedrijven? Nou, dat is dus wel een beetje het nadeel aan deze categorie. Of vind ik sowieso, als je een goede case wil bouwen en je wil echt een innovatief traject doen en creatie op een goede manier laten zien. Ja, dat kost gewoon geld. Dus met kleinere budgetten kun je gewoon niet zoveel doen. En zeker niet als je een crossover wil maken tussen de echte wereld en de digitale wereld. Dan lukt je dat gewoon niet. En je ziet wel in onze categorie dat er dit jaar veel meer budget is uitgegeven ten opzichte van de jaren ervoor aan de cases. En dan, er wordt geen budget genoemd trouwens. Hè. Sommige, je hoeft het niet te noemen. Maar wij hebben zoveel ervaring dat we wel kunnen zien of het serieus budget is of dat er gerommeld in de marge is. En dat is niet zo dit jaar. Okay. Laatste vraag. De kijkers vragen zich ook af, zeker voor de inschrijving voor volgend jaar. Ik bedoel, nu is het gesloten. Kan jij nog tips of tricks meegeven van waardoor de winkansen groter worden voor degene die denken, ik wil volgend jaar ook inschrijven? Ja, heel belangrijk is, zorg dat je het simpel uitlegt. Niet te veel vakjargon en ingewikkelde technische gadgets en dat soort onzin. Weet je, daar zijn wij niet gevoelig voor. En het moet echt iets zijn waardoor technologie iets toegankelijk maakt voor een massa. Dus zorg gewoon dat het relevant is voor wat je doet. Goeie tip. Nou, dankjewel voor het gesprek, voor dit elevator talk. Dankjewel.